Dankjewel, voorzitter. Er zijn inderdaad een aantal cijfers die bewijzen dat het inderdaad niet goed gaat met het sociaal beleid in de 27 lidstaten. Ik noem er enkele. De activeringsratio in de Europese Unie is slechts 68% van EU 2020 rond de 75% lag. We hebben nog altijd 13% vroege schoolverlaters, terwijl onze doelstelling 10% was. En ook opnieuw, in het hoger onderwijs blijkt dat we slechts in slagen om 35% van de jongeren daar naartoe te begeleiden, terwijl de doelstelling 40% was. En misschien het ergste cijfer van allemaal, de 120 miljoen mensen in de Europese Unie die het risico lopen van sociale uitsluiting en armoede. En dit bewijst eigenlijk dat het sociaal model, zoals het geconcipeerd is geweest in het verleden, niet duurzaam is. Ook dat het gebouwd is op schulden, dat hebben we gezien tijdens de schuldencrisis. En eigenlijk ook niet aangepast aan onze moderne tijd, want de tijden zijn effectief veranderd. We hebben de globalisering doorgemaakt, die nog volop bezig is. We hebben ook een demografische verschuiving gekend waarop ons sociaal systeem niet was voorbereid. En ons sociaal systeem is ook veel te reactief gebleken en te weinig proactief. We hebben dus nood aan een nieuw sociaal beleid in Europa dat ook de steun verdient van de Europese Commissie, maar ook van alle lidstaten. We moeten investeren in het talent van mensen. We moeten proactief maken en beleid voeren dat mensen de juiste vaardigheden geeft om op de arbeidsmarkt echt actief te zijn. En het einddoel is heel duidelijk. Kwaliteit van de arbeidsmarkt vergroten, maar ook sociale cohesie in Europa versterken, maar ook de competitiviteit van Europa sterker maken. En de huidige beleidsdoelstellingen volstaan daarvoor niet. En vandaar ook onze vraag die wij ook als liberalen hebben gesteund. We moeten meer aandacht hebben voor prioritair beleid, kinderopvang, onderwijs en actief arbeidsmarktbeleid. Maar ook de uitkeringsstelsels vereenvoudigen en conditioneel maken. En we moeten vooral werk maken van het verbeteren van de efficiëntie en de doeltreffendheid van het sociaal beleid. Het verbeteren van de duurzaamheid van het sociaal beleid betekent niet per se meer uitgeven, maar vooral anders, aangepast aan de globalisering, aangepast aan onze moderne tijd en vooral meer efficiënt gaan uitgeven. Dank u wel. Thank you, Mrs. Lambert. Thank you, President. We broadly welcomed the social investment package, but felt that really a lot of it was very soft and almost a reworking of a number of the things that we've heard before.